Welkom bij Verade, armen en benen trainen met gewichten. Beginners nemen geen gewichten of flessen waters. Laten we starten met een lunge om en om rechter en linkerbeen met een bicepsbuiging naar voren. Ja, een lunge naar voren. Buigen naar voren. Rechter en linkerbeen met een armbuiging. Gewichten naar de schouders. Laten we starten. 1, 2, 3, 4, 5. Om en om. Rechterbeen en linkerbeen. 8, 9, 10 en nog 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2. En laatste maal. Benen uitschudden. We gaan dit naar achter brengen. Been achterwaarts buigen. Een diep naar achteren. Met een triceps extensie. Laten we daarmee starten. Ja, even voordoen. Rechterbeen en linkerbeen. In plaats van naar voren, naar achter. Met een triceps extensie. Herbegin. 1 en 2. Ja, laten we nu starten. Rechterbeen, linkerbeen. Rechterbeen, linkerbeen. Acht, negen, tien, nog tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, en laatste maal, en terug, benen, uitschudden. We nemen de gewichten in één hand. Hier mijn rechterhand. Rechterbeen naar achteren. Een lunge. Met een opwaarts roeien. Laten we starten. We buigen de knie met opwaarts roeien. Buigen en opwaarts roeien. 2, 3, 4, 5, 6. 7, elleboog, goed langs het lichaam, opwaarts roeien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en laatste maal 1.
En voeten bijeen, benen uitschudden. Even uitrusten, recupereren. We wisselen van kant. Kom in lunge. We buigen de knie. En we roeien op. Elleboog langs het lichaam. Laten we starten 20 maal. Steun met je rechterhand op je rechterdij. Laten we starten. 1. 2 en oproeien. 3 buig en roei. 4. 5. 6, 7, elleboog langs het lichaam, 10, 9, 8, 7, 6, 5, laatste 5, 4, 3, 2 en laatste maal. Voeten bijeen en benen uitschudden. We hebben dit ook gevoeld in de bilspieren. We komen in wijdbeense kniebuiging in een sumo squat. Ofwel breng je de halters in één hand, ofwel maar één halter in één hand. Ja. Laten we starten met de rechterarm. En buig. En strek. Buig. En strek. Biceps trainen. Je kan ook met twee halters werken, maar dat is al veel zwaarder. Laat je elleboog goed op de knie rusten. En buig. En strek. Voor mij is één halter al meer dan genoeg. Gecontroleerd traag omhoog en omlaag. Op en neer. Controleer. Laatste 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en kom langzaam op. Dijbeen, we hebben heel hard gewerkt. We hebben het heel goed gevoeld. Terug in een squat, sumo squat. Buig goed door de knieën. Zorg dat de knie niet over de tenen gaat, maar toch wel over de enkel. Met twee halters of met één halter. Ja. Laten we starten. Buig goed door. En we starten. Elleboog op de knie rustend, op de dij rustend. Laten we starten met buig en strek. Buig en strek. Buig, strek. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 en laat de 10, we voelen het in de dijen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en kom langzaam op. Dat hebben we goed gevoeld in de dijen, hè? Armen en benen trainen. Al dan niet met gewichten of zonder gewichten of met flessen waters. Ontspannen, rustmoment. Wijdbeense kniebuiging is ons volgende oefening met het opwaarts rooien. Laten we daarmee beginnen. Benen wijd, buig door de knieën, weer de benen en de armen en rek op, armen omhoog, ellebogen niet voorbij de schouders en terug omlaag. Hef op en terug omlaag. Laten we starten. 20 keer wijdbeense kniebuiging met een opwaarts rooien. 1, 2, 3, 4, 5. Bij het omhoog komen de ellebogen goed naar achteren, schouderbladen bijeen. Schouderbladen bijeen. Laten we zeggen nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en we zijn klaar. Laten we starten met de grondoefeningen. Gewichten hebben we niet meer nodig. Leggen we opzij en kniel neer. En kom op handen en knieën. Laten we starten met het opdrukken van het lichaam. Push-up. Breng de handen iets verder vooruit. Laten we nu de ellebogen langs het lichaam, niet naar buiten, maar de bovenarmen langs het lichaam en terug op. Dus langs het lichaam, borst tikt de vloer aan en terug omhoog. Tweemaal traag en tweemaal snel. Laten we starten. Voorlaatste oefening. 1 en 2 en nu tweemaal snel en terug recht. Tweemaal traag en 2 en tweemaal snel en traag en tweemaal snel. Traag. En laatste maal, tweemaal snel. En zit vlak naar de hielen, strek uit. En rek uit. Ontspan. Kom op je zijde. We gaan verder de triceps trainen. Ja, knieën vooruit op uw zij. Leg je linkerhand
op je heup, rechterhand naast je schouder. We gaan ons oprekken. Ja, strek de arm en buig. 8 maal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat was al hevig, hè? En we wisselen van kant. Kom op je zij. Link rechterarm op je linkerheup. Linkerhand naast je schouder, op schouderhoogte. We gaan ons oprekken. Tricepsstrekking. Laten we starten. 1, 2, 3. Deze arm gaat voor mij gemakkelijker. 5, 6, 7 en 8. En laat los. Kom in kruiszit. Kruis de benen voor je uit. We gaan strekken. Rekken van de biceps en de triceps. Als ook de schouders en de bovenrug. Ja, strek je armen zijwaarts. Duimen omhoog. Op. En rek naar achteren. Borst vooruit. En ademen. In- en uitademen. Uw tempo. We brengen nu de duimen naar onderen, omlaag. En we strekken terug naar achteren. Borst vooruit. Ademen. Schouderrek, arm kruis voorlangs en neem je arm vast. Zorg dat je schouder naar achteren en omlaag is. Andere kant. Schouder naar achter en omlaag. Rek. Je op, rek je rug op. Kom op je zijde. En rekken van de dij, hak naar bil. Rek verder door je andere voet. Op je dij te zetten en druk mee naar achteren. Rekken van de benen. Wissel van kant. Hak naar bil. Ander voet tegen de knie en duw je been naar achteren. En voet heel en naar de bil. Zo, kom in kruiszit. Hoofdrol. Eén keer van rechts naar links. En wissel van richting. Zo, dit was het voor vandaag. Armen en benen trainen. Vond je het een goede workout? Duimpje omhoog. En tot de volgende. Bedankt om mee te doen. Dag.